Nou, als ik het niet meer zei, als ik ooit een keer niet meer van deze wereld ben, dan wordt het huis helemaal leeg geplunderd. Alle schilderijen en wat er allemaal nog hangt, wordt natuurlijk eerst uitgehold. Er wordt eruit gejat of zo, weet ik het. En dan komt er een grote bulldozer van een of ander bouwbedrijf en die schuift het soortje plat. En dat was dan ja, leuk, Edje van Eyck. Zoiets denk ik dat het scenario is wat in de toekomst gaat gebeuren als ik er niet meer zei. Kijk, er zijn mensen die dus de hand eraf bijten om dit te kunnen gaan doen. Er zit een probleem aan. En dat probleem is namelijk de privékant toch, die je erbij krijgt. Toen was ik 17 jaar en toen kwam ik, ze zat als een oorlogsschip, kwam ik hier door de deur heen gereden met de krijtel van die broer van mij. En toen zei hij, s'nachts viet hij mij in tafel. Hij zei, ga je daar zitten? Hij zei, maar eens even goed luisteren wat ik nou even tegen jou zeg. Hij zei, denk eraan, zeg je dat je nooit kan doen wat ik gedaan heb. Hij zegt, daar ben ik helemaal niks voor waard. Hij zegt, weet je wat jij voor waard bent voor die twee tienen die je vroeger op school had? Als je daarvoor gaat kiezen, hij zegt, dan ga ik jou helpen. Maar hij zei, en vooral nooit geen kinderen maken, terwijl hij zelf 11 kinderen had. Nou, ik heb niks tegen kinderen, hou even, dat is, maar ik weet nou wat hij bedoelt. Kijk, als je kinderen maakt en je gaat naar de bank, dan zijn twee dingen die kosten gruwelijk veel geld. En dan kun je met schulden nooit verdienen, vooral niet als je pas begint. Dan moet je een enorme naam hebben en dan moet je een hele goede aftrek hebben voor je kunstwerken. Dan krijg je frustraties en dan geef je het op. Nou, en dan zit je dan, gaat het toch nog naar de fabriek. Gaat dan met name dan te slaan hun hele leven voor een salaris. Weet je niet? Dus dat soort dingen. En dat, daar zeg ik hem, als vandaag de dag, zeg ik hem daar nog steeds dankbaar voor. En dank je wel, lieve Toon. Want dat heb ik altijd heel erg goed onthouden. Altijd, elke dag denk ik daar nog aan. Maar hij was natuurlijk wel bang dat ik naar Italië zou gaan, want ik wou beeldhouwer worden. Ik wou helemaal geen kunstschilder worden. Ik wou meer beeldhouwer worden. En trek nog steeds. Ik heb er nog steeds, trek daar nog. Maar dat wou hij niet hebben. Hij zei, ik ga niet naar Italië. Hij zei, want niet dat je het niet kunt. Hij zei, maar je komt in de bergen terecht. Hij zei, dan op een gegeven moment zit je tegen mij op de stoep en een dusje zit met eten erop. Hij zei, dat gaan we niet doen. Dus wat deed hij nou, de rotzak? Hij verkocht dat mooi met Sinterklaas of verkocht hij het huis in mij. En hij had altijd als enigste dit gestimuleerd in het begin. En vooral de begaafdheid die hij had om van tevoren dingen in te vullen, in te kunnen schatten, paranormaal af, bij het paranormale af. En zo dichtbij komen bij wat er nog niet gebeurt, maar wat er wel ging gebeuren. Nou, dat profiteer ik nou nog steeds van. Want als je dat niet kunt, dan kun je dit niet schilderen. Je moet van tevoren weten wat je doet. Anders kun je dat gewoon niet maken. Dus absoluut niet aanspreken in dit hedendaagse gedoe met iets erop douwen en dan er iets bij verzinnen. Dat ga ik dus nooit doen. Ik doe het liever andersom. Nou, die beelden die hier staan, die heb ik gekregen. En dat is eigenlijk een compensatie van dat ik het zelf niet kan betalen. Want beelden bouwen is natuurlijk heel kostbaar. En dan doe ik het op deze manier maar, hè, om ze te restaureren, want die krijg ik gewoon. Maar ja, op een of andere manier hoop ik toch altijd maar dat ik een keer iets kan maken in die grootte. Ja, één keer heb ik het hier aangeboden, Gert de Lauwe, hier in de gemeente Leeuwen, maar dat hebben ze allemaal verprutst. Dat hebben ze me niet gegund, of weet ik veel wat het allemaal is. En dat had ik heel graag gedaan. Dat was ook een levensgroot beeld en dat had ik graag gebouwd. Maar ja, helaas pindakaas, hè. Dan krijg je de ambtelijke toestanden om je heen en vergaderingen en ouderij en weet ik het allemaal. Daar is ik goed ziek van geweest, dat weet ik wel. En daarom heb ik dat opgegeven en ik ga ook nooit meer om beginnen. Maar ik ga er wel mee te graven. Ja, sprookjesfeer, hè. Ik leef graag in een soort van sprookje.
Tenminste, dat mensen sprookje noemen. Ik vind die realiteit van die maatschappij vind ik een sprookje. Dat ongeproten, uitgemeten gelul allemaal. Ik doe hier lekker zelf wat ik wil. En ik maak een sfeertje wat ik eigenlijk graag wil. En een sfeer die dus eigenlijk niet te pakken is. En dat is een sprookjeswereld. En vergeet je niet in sprookjes. Vroeger waren sprookjes lesmateriaal. Alle sprookjes hadden allemaal een enorme boodschap. En er werd een sprookje verteld. En dat in sprookjes vertellen en in sprookjes iets laten zien aan mensen. En door een aanwijzing aan geven, dat is voor mij erg interessant. Dat vind ik echt heel interessant. Dan krijg je in één keer, die mensen krijgen ook een inbeelding. En die inbeelding, daar geven er een fantasielaag overheen. En daar krijgen de mensen een goed gevoel van. Dus daar is het eigenlijk voor bedoeld. Daar is kunst ook voor bedoeld. Hè? En de mensen op een soort ander gevoel te geven van de sfeer die om je heen gecreëerd wordt door iemand die die sfeer gemaakt heeft natuurlijk. En daar helpt deze poppen en die uitbeelding, die helpen daar enorm mee. Want het is ook ruimtelijk en dat spreekt me erg aan dat het allemaal ruimtelijk is. En dat je hem overal zomaar ergens neer kunt zetten buiten. Ja, een heel dankbaar iets om dat te doen. En anders gaat zijn pop naar de schroothoop of zo, of wordt hij weggedonderd of zo. Nou, dat bij mij dus niet. Dus hier leeft hij lang en gelukkig als het goed is. Tenminste, als ik nog een beetje lang leef dan. Als kinderen hier komen, die vinden het of te griezelig, of ze vinden het sprookjesachtig, maar ze vinden het natuurlijk wel spannend. Ze komen een hele opera voor de poort in en als ze dan hier eenmaal zijn, dan is het muisstel. Maar dat komt natuurlijk door de sfeer die hier heerst. Ja, van mijn gevoel, de meeste die ik hier dan krijg, die zijn er eigenlijk allemaal dol op. En vooral als het gaat over boven, over de wapens en jongens, die willen dan die bijlen zien in die harnas die echt boven staan. Dat vinden ze geweldig, maar ze geven ze zwaard aan de hand en dan zijn ze gelijk een volwassen mens. Niet in de gaten dat je er nooit eigenlijk moet worden, maar ja, goed. En die meiden die zitten eigenlijk meer, net als met die Egyptische kamer die ik maak, in die meidenkamer. Maar er zijn een paar bij die dorsten niet hier naar binnen toe bij mij, want het was te mysterieus en te spannend allemaal. Kijk, op de televisie en op de film is het natuurlijk allemaal mooi afstand, maar als ze er werkelijk zelf ingedouwd worden, ja, en doet de deur op slot ook nog, ja, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Dan voelen ze zich eigen, ja, toch wel in de sfeer te pakken genomen, zeg maar. En geraad wetend om door uit te gaan of mee om te gaan. Misschien is ik eigenlijk ook wel kind gebleven, weet ik dat. Natuurlijk, het wezen op zich is niet echt, maar de beeldenis die je voorstelt, als je er heel snel langs fietst, dan zou je horst kunnen gaan bewegen, bij wijze van. Dus wat dat betreft is het voor mij als inbeelding mens iets wat dood is, zomaar levend op kan roepen. En dan zet ik hem nou op de steekwagen. Dan heb ik nog niet goed verteld wat een druïde is, maar ja. Ik zal het wel verkeerd zeggen, want de een zegt dit en de ander zegt dat. Maar dit is een druïde. Thank you.
ik even jou een hand afgooien. Zou ik een kont in mijn koor slaan, dat ding? Schildershand verbergt Timmermans kant, zeg ze altijd, hè. Dat gaat daar gebeuren. Nou, we nou zien wat allemaal weggewerkt. Je kunt me een wand achter, want daar kun je riet voor. Wat een beetje een zwanennest wordt, door ik in lig. Ik lijk wel niet op een zwanenkuiken, maar misschien kan ik wel niet of daar een mooie snavel maken. Ik heb alleen geen vergunning gevraagd, dat zou weer niet goed smaken. Ik kan daar een mooi bacon breakfast beginnen, man. Daar is dus een breakfast erbij moet geven, dat heb ik niet erg op. Moet ze eens meenemen. Prijskaartje eraf houden, want dat is in het echt ook niet, hè. Op het echte riet staat ook niet op wat het gekost heeft. Ja, dat is de bedoeling. Weer omhoog. Fuck! Shit, ik heb hier niks achter gezet. Hak dat maar gedaan. Ja, allemaal van oude troep gemaakt, hè. Dat is het mooie ervan. Hè. Allemaal van oud kraai. Oude zooi, oude planken. Dus dat houdt nog mooi die gordijnen open zijn hangen. Een bed erin. Boven nog een mooi badje en zo. Een beetje decoratief. Door buiten moet nog een schapje opgemaakt worden. Hoor. Ja, precies, zie je dat? Precies, mooi man. Heel een mooie duin. Mooi afgezeumd zo. Ik heb een mooie zeum. Kunt er een mooie zeum verzinnen. Mm-hmm.
kijk wat er glijdt. Oh. Als het goed is, kan je er precies in. Maar dan ook precies. Ik kan toch niet geloven dat dat waar was. Een lompvijk is ik er ook. Nou, we zien nu dat hij af is. Dat bij boven mijn verwondering zo mooi geworden is. Ik vind hem echt heel erg mooi. Kijk, je kunt lekker ingelegen tot mijn oude dag, hoop ik. Elke dag zo'n bier over de koot zijn, kan ik hier lekker rustig bij komen. Ook geen wind, alleen weinig licht. Ik heb dat veel bomen hier op staan. Dan zou ik op het takken af. Maar ja, het is heel erg mooi gelukt. Mijn oud spul en een beetje verf en spijkertjes en schroefjes. Dat je dan zulke mooie dingen toch nog kunt maken. Ja, ik blijf een beetje in de zwanenzang hangen, maar ja, dat spreekt me nou helemaal erg aan. Het is een prachtig beest. Dus vandaar dat je dit nou kunt zien in zijn volle ornaat. Er zitten mooie gedijntjes in allemaal. Ik kan een rolluik om leeg laten vallen voor de winter. Als het geen regen of zo. Nou, kijk, alles mooi laten liggen, blijft allemaal droog. Nou, de hond die kan eronder. Siske, die zit er nou ook onder volgens mij. Als ik lig te slapen, dan kun je ze altijd onder mij liggen. Hier, een knijntje. Kom maar. Hier, kijk eens. Kom maar. Ja, goed zo. Siskies knijntje, hè. Kom maar, zie je. Siskies knijntje, hè. Jij mooie vier. Nou, ik heb hem zo'n pipetje gegeven achter de schouderbladeren. Dat hij dus, als hij teken krijgt, dat de teken het bloed zuigt. Dat hij dan kapot gaat. Dan zijn natuurlijk een klaar vergif. En ja, dan moeten wij maar afvragen of dat wel goed voor dieren is. Maar ja, als je het niet doet. En het is een teken die je overbrengen kan, ja, dan gaat hij ook kapot, weet je wel. Dus dat risico ga ik ook niet nemen. Maar ik denk dat die dader nou in de buik heeft. Hij komt een beetje, klein beetje bloed mee. Ik vind het wel een linker soep. Maar als de beest, jongen, dat is nog, ja, dat is net een kind voor mij. Als je iets geeft markeren, dan voel ik het ook allemaal. Ik voel dat gewoon allemaal. En dan geeft nou, al 3 dagen in de schuiterij. Dus heb je wel vaker gehad. Het is een beetje een gevoelig diertje, maar misschien gaat het wel over en hebben we weer geluk. En anders ja, moet die naar de dierenartsen moet die geholpen worden natuurlijk. Niet te hopen, want ik denk dat jij het overleeft. Maar ik kan ze ook nekken hoor. Als het moet, dan. Ik heb er twee dingen in. Als het niet goed kan, maar het ging niet goed, dan zeg ik ook gelijk, ja, weg ermee. Dat kan ik ook, gelukkig. Mijn hele hoop pijn weliswaar, maar ik kan het wel. Dan kunnen mijn mensen niet erg zetten, want. Nou vind ik het wel zat en nu ga ik relaxen en van mijn nieuwe locatie genieten. Dus popje gezien, kastje gaat dicht, zeg maar. Kijk, en dan trek je de gedein dicht. Huppakee. Aan die kant ook. Kijk, en dan ga ik liggen. Zo. En dan zeg ik net door een roosje, maar dan in een andere gedaante. Zo, net even iets mooier.
zo, wrijf een beetje over het ei. Een klein beetje geluk kan ik ook wel gebruiken. Ja. Zo, nou vind ik het. Nou vind ik het wel goed nou. Ik stop ermee. Want al wat ik nou doe, wordt er alleen maar minder van. Dus ik heb nou die plomp erin geschilderd. Een plomp. En de keukens zijn klaar, de zwaan is klaar, alles is nou mooi klaar. Het schilderij is helemaal tevreden over. Alle schitteringen in het woord, dat klopt ook allemaal. En dat was een hele operatie. Maar ik ga nu mijn handtekening eronder zetten. En dan is hij verzekerd voor Ed van Eyck, zeg maar, het werk van mij. Als je ziet wat ze tegenwoordig allemaal kunst noemen, dan is dit huis ook een kunstwerk. En daar ga ik iets tegen doen. En dan zet ik een grote poot op mijn huis. We hebben een signering en dan is dit beschouwd als een kunstwerk. Nou, en als later de ambtelijke toestand hier naartoe komt, die zegt van dat het huis weg moet of zo, dan hebben ze een probleem. Want ja, daar staat mijn handtekening onder. En daar hebben ze mooi af te blijven. Meer kan ik ook niet doen. Ik dus, het fijnste van wat ik dus eigenlijk kwijt wil, is dat ik zo heb kunnen leven hoe ik heb willen leven, zeg maar. Ik heb heel veel mensen dood zien gewoon met spijt. En dat ga ik dus niet doen, dat ga ik niet meemaken, weet je niet. En dat ik hier in dit leven dit heb mogen maken, dat is natuurlijk fantastisch om dat te doen. En dat ik het me mooi geflikt heb.